Hoi, Tinker Tuesday, dit is Frank Jan van Setup. En dit is 1 minuut over AI in de klas. Oké, okay, ik heb een filosofische vraag voor je. Wat is een kat? En ik bedoel niet deze kat of deze of deze. Nee, ik bedoel, wat is een kat? Als we dat aan een mens vragen, lijkt het antwoord best simpel. Een kat heeft spitse oren. Een kat heeft een vacht. Een kat heeft van die gele lichtgevende ogen die koud in je ziel staren. Een kat beschrijven is nog niet zo makkelijk. Hoe zou een AI een kat herkennen? Oh, well, I never was there ever. So Kijk eens naar de volgende zes foto's. Bij elke kat heb ik een aantal onderdelen weggehaald of aangepast. No, God, please, no. Welke foto wordt nog steeds als kat herkend? We zien hier dat vooral het silhouet van de kat een belangrijke rol speelt. We kunnen ook voor andere dingen kijken, hoeveel kat ze zijn. Laten we dat eens proberen in Cognimates. Eerst voeren we onze AI met een aantal katten. En daarna trainen we een model. Onze AI weet nu hoe een kat eruit ziet. Maar de AI weet nog niet wat geen kat is om te weten wat het is, moeten we ook weten wat het niet is. Daarom voegen we een set vergelijkingsmateriaal toe. In een Scratch omgeving kan ik nu deze modellen aanroepen. We voegen een paar simpele blokken toe en nu kan ik elke foto laten beoordelen. Deze 80% hond, deze 20% hond en deze 100% kat 35% kat. Oh, wacht, dit is toch een kat? Dat klopt. Maar ik heb dit type kat niet meegenomen in de trainingsdata. En zo hebben we voor deze kat per ongeluk een discriminerend systeem gemaakt. Als ik een webcam aansluit, kan ik ook mezelf laten beoordelen. Huh, ik vond mezelf meer een kattenmens. En als we het dan zo doen? Und. Je kunt niet alleen beeld, maar ook tekst trainen. Bouw bijvoorbeeld je eigen stemassistent. Voeg woorden voor verschillende emoties toe. Train een model. En zet je mic aan. Onze stemassistent kan nu herkennen hoe we ons voelen. Hoe voel je je? Existentiële leegheid. Vervelend voor je. Ben je een docent? Probeer dit soort tools eens uit in de klas. Laat leerlingen zelf een model trainen. En ontdekken wat AI is en wat het kan. Dit was 1 minuut AI in de klas. Groetjes, de mensen van Setup.